Als je in een geschiedenisboek leest over steden en burgers in de lage landen, dan begint dat verhaal waarschijnlijk met een opzomming van grote veranderingen rond het jaar 1000. Vanaf het jaar 1000 komen de steden weer tot bloei, dankzij toenemende opbrengsten in de landbouw en een grotere bevolking. Mensen beginnen ook andere beroepen te leren, omdat ze zich niet meer per se bezig hoeven te houden met het verbouwen van voedsel. Ze kunnen zich specialiseren in een vak, zoals kleermaker, goudsmit of handelaar. En met het geld dat ze daarmee verdienen, konden ze op de markt hun dagelijks brood kopen. De handel herleeft. Tegenwoordig woont zo'n 80% van de Nederlanders in een stad en zijn er nog maar heel weinig mensen die zichzelf boer noemen, zo'n 50.000 op een bevolking van 17 miljoen. Als je deze video bekijkt, betekent dat waarschijnlijk dat je nog nooit je eigen eten hebt verbouwd. En zo'n zin als de handel herleeft klinkt volslagen nietszeggend in onze tijd, waarin we met een paar kliks spullen uit de hele wereld bij ons thuis kunnen laten bezorgen. Maar juist daarom is het volgens mij belangrijk om te beseffen hoe West-Europa eruit zag voor het jaar 1000. Want dan pas begrijp je echt hoe drastisch de veranderingen in die periode waren. Vandaag leg ik je daarom uit hoe het continent transformeerde in de late middeleeuwen. Maar daarvoor gaan we eerst terug naar het jaar 500. Want toen werd het voor iedereen duidelijk dat het Romeinse Rijk, althans in West-Europa, was gevallen. Het leven was op heel veel manieren onzekerder geworden. Er waren geen Romeinse soldaten meer die de ooit zo drukke wegen en steden konden beschermen. En uit angst voor plunderende roversbendes en invallen van Vikingen en Arabieren durfde bijna niemand meer op pad. Er ontstonden ook grote tekorten aan voedsel. En de lange afstandshandel verdween bijna helemaal. Epidemieën en de afkoeling van het klimaat zorgden ervoor dat de Europese bevolking halveerde van 60 naar 30 miljoen inwoners. En de mensen die overbleven trokken weg uit de steden, want de aanvoer van voedsel hield op. Mensen trokken zich terug op het platteland, in kastelen en kloosters, waar ze werden beschermd door lokale grondbezitters, zoals hertogen en ridders en belangrijke geestelijken. Heel af en toe voerden die ook oorlog met elkaar, maar de versnipperde nederzettingen bleven klein, met daartussen landbouwgrond en grote stukken onbevolkte en wetteloze wildernis. In de Romeinse tijd speelden steden en handel een belangrijke rol in de economie, maar in de vroege middeleeuwen was het een kwestie van zelfvoorzienende landbouw. Onderling contact was er maar nauwelijks. En de paar handelsteden die er nog wel waren, werden regelmatig geplunderd door vikingen. Het dagelijks leven werd georganiseerd rondom landhuizen, met een paar honderd hectare land en onder toezicht en bescherming van een heer. De meeste mensen die op zo'n domein woonden, waren boeren of horigen die gewassen verbouwden voor de heer en de kerk of in de vorm van een deel van de oogst hun huur betaalden voor het land. Men ging ervan uit dat mensen van nature ongelijk geschapen waren en dat iedereen een door God bepaalde taak in de maatschappij had. Edelen en ridders waren er om te vechten en de vrede te bewaren, monniken en geestelijke onderhielden contact met God en smeekten Hem om het welzijn van de samenleving, en de boeren moesten ervoor zorgen dat er voor iedereen genoeg te eten was. Maar door het slechte weer mislukte de oogst regelmatig en was er veel honger en gebrek. En zo werd Europa aan lappendeken van kleine, semi-autonome koninkrijkjes, van heren en geestelijke, die regeerden over de bevolking. En de bevolking bestond voornamelijk uit boeren. Sommigen van hen waren relatief welvarend. Anderen hadden alleen een klein stukje eigen grond. Maar de meesten, de horigen, verschilden niet heel veel van slaven. Ze mochten niet weg van hun land, ze moesten toestemming vragen om te trouwen. En hadden over het algemeen gewoon niet heel veel te zeggen. En dat is de voorgeschiedenis van dit verhaal over steden en burgers in de lage landen. Eigenlijk mag het een wonder heten dat die neerwaartse spiraal van onzekerheid, geweld, armoede en honger op een gegeven moment werd doorbroken. Maar in die vijf eeuwen tussen het jaar 500 en 1000 stond de tijd niet helemaal stil. Op verschillende plekken ontwikkelden mensen steeds betere zaai- en oogstechnieken. Creatieve monniken en boeren bedachten ook nieuwe werktuigen, zoals ploegen die de natte zware klei konden omploegen om het land vruchtbaar te maken. Stukje bij beetje nam ook de hoeveelheid landbouwgrond toe, niet alleen dankzij nieuwe kennis en technieken om de wildernis van moeras en bos voor de landbouw geschikt te maken, maar ook door een warmer en stabieler klimaat. Keizer Otto de Grote en zijn opvolgers zorgden vanaf het jaar 955 voor rust en veiligheid in Europa. Er kwam een einde aan de plundertochten van de Vikingen en andere vijanden van buiten. Traag en voor de meeste mensen onzichtbaar werd zo de basis gelegd voor de transformatie die rond het jaar 1000 voor iedereen merkbaar zou worden. Want voor het eerst in 500 jaar waren er weer regelmatig voedseloverschotten en daardoor kon de bevolking groeien. Er gingen minder kinderen dood door ziekte en gebrek en mensen leefden ook langer. En zo zie je maar dat voedsel een belangrijke drijfveer is in de geschiedenis, en misschien wel de belangrijkste. Want alleen als er meer dan genoeg voedsel is, hoeft niet iedereen zich meer met de productie van eten bezig te houden. Mensen zoals jij en ik kunnen andere dingen gaan doen met ons leven. En alleen dan kunnen steden bestaan, waar mensen met andere beroepen dan boer wonen, want steden produceren zelf geen voedsel. Steden zijn altijd afhankelijk van het platteland en kunnen dus alleen bestaan als de voedselproductie daar goed is georganiseerd. Vanuit de vervallen vestingen en legerplaatsen nog uit de Romeinse tijd en rondom grote kloosters en op andere strategische plekken langs wegen en grote rivieren worden steden gesticht. In en om die steden worden jaarlijkse markten georganiseerd waar mensen voedsel overschotten met elkaar ruilen. De markten worden eerst lokaal maar later ook regionaal en uiteindelijk zelfs internationaal gehouden op plekken waar handelsroutes over land, rivieren en over zee samenkwamen. Behalve voedsel is er nog veel meer op die markten. Van bouwmaterialen zoals hout en steen tot peperdure specerijen uit het Verre Azië. En van bier uit Amsterdam tot bevervellen uit de bossen van Zweden. Er werd volop gehandeld in ambachtelijke producten, waarvan textiel misschien wel de belangrijkste is. Want naast voedsel is kleding voor elk mens een essentiële basisbehoefte. En met zo'n groeiende bevolking is er veel vraag naar stoffen om kleding van te maken. Iedereen heeft immers kleding nodig. Maar ook handdoeken, gordijnen, tapijten, beddengoed. En met modieuze kleding kun je laten zien wie je bent, of liever wie je wilt zijn, en bij welke groep je hoort of hoe arm of hoe rijk je bent. Handelsroutes die er sinds de val van het Romeinse Rijk vervallen en ongebruikt bijlagen, werden hersteld. Er kwam weer contact tussen kooplieden uit Noord- en Zuid-Europa via die nieuwe handelscentra en jaarmarkten. En in een wereld die daarvoor werd gedomineerd door edelen en geestelijken, ontwikkelde zich een nieuwe stand van trotse en vooral heel erg rijke stadsburgers. Dat is het resultaat van allerlei ontwikkelingen die niet van tevoren waren uitgedacht. Geen groots plan van bovenaf, maar het resultaat van het doen en laten van talloze mannen en vrouwen. En daarmee begint het verhaal van steden en burgers in de lage landen. En hoe het verhaal verder gaat, leer je in de volgende video's. Ik hoop dat je beseft hoe bijzonder die grote veranderingen rond het jaar 1000 waren. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.